Het is meer rood dan geel dat erin zit. Ja, zie. En je gebruikt dus meer medium, zodat de ondergrond er nog doorheen komt. Het wordt steeds vrolijker met die kerstboom. Ik heb hem ook al trouwens. Ja, leuk hè? Ja. We houden ons nog niet bezig met het toonschema. Dat komt later. We zijn eerst nu even nog even een beetje wit in die parels aanbrengen. Met medium hè? Dunne kleur. Ella, ja? Ik heb nu die parels in het rood. En wat heb jij er daarna mee gedaan? Dat is een beetje bruinig bij jou. Ja, nu zijn ze wittig, maar... Ja, de ketting was rood gemaakt en de parels waren dus bruin opgezet. Dan had je de kleur, moet je zelf mengen dan eerst. Oh, dus ja. Je gooit er nu gewoon een beetje geel dan doorheen, dat het bruiner wordt. Oké. Okay. Dit is dus globaal de opzet. En dan daarna kan je zien hoe het wordt. Of je maakt thuis zelf even wat af. Of je kijkt bij dat andere schilderij, die parels. Daarom heb ik parels genomen. Want die staat er al eentje op de website. En dan kan je daar dus al een beetje idee hebben hoe het kan worden. Ja, oké, okay, dankjewel. Over het... Hoe noemen we dat ding? Dat slot, dat doe ik sowieso de bruine kleur al. Over de, vooral daar een beetje grof neergezet. Bedoel je bruine kleur die je gemengd hebt voor je... Ja, je mengt nu alle kleuren niet op het doek verder, maar gewoon op je palet. En dan maak je bruin en die gebruik je voor de slot. Ja. En mijn parels zijn veel al... ik ben een beetje met de kleur aan het stoeien. Omdat jullie natuurlijk nog veel beter bezig zijn met al die dingen. Dus ga ik maar wat anders doen. Om mij toch ook een beetje te vermaken. Dit hoef je niet te doen hoor, deze donkere kleur. Als je gewoon een huidkleur tint hebt, dan is dat prima. Mijn parels zijn een beetje roze en dat is dus omdat ik meer rood aan de onderkant had, die huidkleur. We gaan gewoon wat aan het uitproberen, kijken of dat werkt. Want tussen de knoopjes erin zetten.
Kijk, als het niet werkt, schilder ik dat morgen gewoon weer weg. Kijk of het leuk is, laat ik het zo zeggen. Misschien is het wel te aanwezig, dat kan ook. Als je het schilderen bent, moet je gewoon allerlei dingen uitproberen. Niet bang zijn. Ja, nou, ik moet die pareltjes even laten drogen, daar kan ik niet te veel aan doen. Probeer niet dezelfde pareltjes, maar verschillende te maken. En dan ga ik eigenlijk verder met de huid, dat vind ik wel leuk. En dan zet ik er gewoon een dikkere, dan kan ik nu doorgaan. Zet ik gewoon iets diks overheen. Oh nee, dit is een beetje te geel. Kan ook een bruine huid, maar nee, ja. Dat is helemaal leuk. Dat doe ik dus nu met dat blauw eroverheen te gaan. Ja. Ik weet niet hoe donker jouw parel is. Omdat je nogal bruin en je doet met acryl, dat is natuurlijk altijd anders. Maar kijk, hoe donker je dit maakt, hoe meer die naar voren ligt. Ja. En je kan die dus, als het droog is, dat bij acryl natuurlijk heel snel is, kan je hier dat nog weer lichter maken, die parel. Ja. Uit. Daar leren we van. En er zijn er zoveel, dus dat maakt allemaal niet uit. En zet de schaduw iets ervan af of beweeg, dan lijkt dan danst die ketting meer. Het is geschilderd, het is geen plaatje. Kijk, ik zal het even een beetje extremer doen voor jullie. Dan snap je misschien wat ik bedoel meer. Hier, dan gaat er veel meer beweging in komen.